Ommert werkt aan de leefbaarheid en een van die onderdelen om de leefbaarheid hier enigszins wat meer profilatie te verschaffen, te geven, staat aan de genedele achterzijde bij mij op de rotonde geplaatst inmiddels. Dat is een beeld van Kooidam. Het is onder handen genomen, want het was eigenlijk een corrosie of een corrodeer beeld van dikke scheepshuidwand. En dat werd in principe in wezen stesis tot grote irritatie van vele bewoners alleen maar gebruikt als veredelde hondenuitlaatplaats. En zo zijn ze dus eigenlijk een reddingsactie voor dat beeld en nog twee andere beelden met de witte bollen gaan ondernemen. En wij gaan dus heel eventjes op zoek naar de initiatoren, de initiatiefnemers die dit ter harte hebben genomen. Plon verloren. Maar gaat u weer mee in die welbekende randomisee. Wij hebben de kunstwerk geadopteerd en toen het idee kwam om er hierheen te plaatsen, wisten we dat er nog andere in Rotterdam stonden. Dus toen hebben we bedacht van dan doen we er niet één, maar meteen een paar. En nu staan er drie op de rotondes van de president Rooseveltweg. En het fijnwerk dat wordt nog gedaan? Het is een beetje provisorisch, hè? Het is niet helemaal Mondriaans retenstrak. Hij blijft gewoon in de lak. Zoals hij is. Dit soort dingen hoeft helemaal niet heel erg fijn. Je moet gewoon in de chat zitten en lekker stralen. Het mag lekker optisch bedrog weergeven. Absoluut. Meneer Buisman en Ering, dit vind ik wel een beetje een heel erg doorsnee bord. Dat had niet behouden hoeven te blijven, toch? Ja, maar dit is wel heel duidelijk. Scherm gek, hè, want hij staat officieel daar. En hier zie ik dan, loop maar even mee, dan toch wel weer de noeste, al dan niet proestende havenwerker in. Of een atlas met... Het is een mannetje, hè? Ja, of een hond, die zijn hond aan het uitlaten is. Nou ja, je mag er maar van maken wat je erin zien wil. Maar ja, het heeft wel dezelfde kleurschakering. Ja, dat is gedaan. Alles primaire kleuren. Moeten er nog meer kunst worden gered hier zo in Ommoord en omstreken? We hebben er nu drie geplaatst en er zijn er nog drie en die gaan we ook nog een plekje geven. En mijn idee is dat Ommoord is een wijk met de meeste kunst van Ommoord, altijd al. Dat komt uit de 60e jaren dat hier gebouwd is met de bekende 1% regeling. Dus er is overal in de flats, rond de flats, een beetje kaal geslagen was in de kunst. En dus Ommoord is ook bekend van zijn kunst en er kan ook nog wel wat bij en daar gaan wij ook nog wel voor zorgen. Ja, want er liggen nog 56.000 kunstwerken als het niet meer is en de depots overal opgeslagen. Ja, in Rotterdam alleen, maar landelijk. Landelijk, die gaan we niet kan allemaal... Kan u ze kwijt? Nee, die gaan we niet allemaal in Ommoord zetten. Maar er zijn nog wel een paar plekjes waar nog een mooi stukje kunst kan staan. Hebben we iemand nog voor de rotondevraag, voor de rondvraag? Nee hoor. Geen rotondevraag. Niks meer op en aan te merken. We gaan er van tussen door qua de heren en dames sterken van de witte bollen. Laat het geld voor ze, voor deze stichting en het behoud van de Ommoordse kunst, de Rotterdamse Radenplatse kunst, flink rollen. Naar we dachten.